Jeroen Goossens, jij liet net een beetje hoofdschuddend naast mij en dat komt dan denk ik door het resultaat van deze oefenwedstrijd, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we de betere ploeg waren en twee kansjes en twee tegengoals eigenlijk. En wij de hele dag eigenlijk balbezit. We maken die goals niet en dan verliezen we gewoon zo'n duel. Duurde ook nog even voordat jullie echt die grote kansen gingen creëren, maar met name in de laatste 10 minuten waren jullie een paar keer heel dichtbij ook, hè? Ja, zeker. En met name dan ook in de Eredivisie, dan moet je gewoon die kansen die je krijgt, en dat zijn niet altijd veel, moet je dan gewoon maken. Ons rendement moet gewoon omhoog. Want dan vraag je je af na zo'n laatste wedstrijd in de voorbereiding, zijn jullie klaar voor die start in de Eredivisie? Ja, ik denk dat we wel klaar zijn, maar zoals ik net zei, we moeten gewoon aan ons rendement gewoon werken. Want we krijgen niet veel kansen, maar die moet je gewoon maken. Even naar jou persoonlijk. Al vrij snel in de voorbereiding werd jij vastgelegd door Dordt, hè, als een van de spelers die er vorig seizoen ook bij was. Waarom heb jij voor Dordt gekozen wederom? Ja, want het belangrijkste voor mij is speelminuten maken, speelminuten op hoogste niveau. En ik denk dat het bij Vitesse moeilijk zou worden. Daarom wou ik graag nog een keer verhuurd worden. En Dordrecht is een groot familie, daar ken ik iedereen en daarom viel mijn keuze uiteindelijk hiervoor. Ja, want leg eens uit welke indruk Dordt vorig seizoen op jou hebt gemaakt, waardoor voor jou het ook vanzelfsprekend was dat jij nu weer hierheen wilde. Ja, het is gewoon een club waar, waar iedereen voor elkaar werkt en die mensen die zijn gewoon heel aardig. Ik ken iedereen, iedereen kent mij, de supporters kennen mij en hebben mij gewoon ook een goed gevoel gegeven. Daarom was de keuze eigenlijk niet heel moeilijk. Ja, want er zijn ook argumenten die je zou kunnen geven, een beetje een krakkemikkig stadion, sommige dingen zijn niet zo heel goed geregeld. Ik ga even lekker ergens anders kijken, maar dat heeft bij jou helemaal geen rol gespeeld. Ja, weet je wat het is, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit, want ik wil speelminuten maken, waar is dan eigenlijk, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus hier kan ik dat en daarom ben ik blij hier te zijn. Welke perspectieven zie jij met Dordt in jullie eerste Eredivisiejaar? Ja, ik denk dat iedereen weet dat het moeilijk wordt, maar ik ken ons team goed. Zeker moeten er misschien nog 1-2 spelers erbij komen. Maar als we die hebben, nu met dit elftal, denk ik dat we goede kansen hebben om gewoon erin te blijven. En daar knokt iedereen voor. Ja, want dat is het doel, hè? Het maakt niet uit hoe, maar erin blijven. Ja, zeker erin blijven. We moeten gewoon voor elkaar werken als team. Het moet echt een teamprestatie worden, niet iedereen voor zichzelf. En weet ik zeker dat het lukt. Wat vaak lastig is bij Dordt, is dat spelers pas heel laat komen. Dat heeft te maken met clubs die pas later willen gaan verhuren en zo. Jij bent er al heel vroeg bij. Dat moet ook wel lekker zijn. Ja, dat is zeker zo. Ik was van het begin van de voorbereiding meteen erbij. En ik denk ook dat het goed is. Ik kan aan die nieuwe jongens wennen. En kan met hun spelen, kan me inspelen. Die loopwegen kunnen we oefenen en dat is gewoon lekker. Ja. Omdat je er vorig seizoen bij was, kun jij ook die vergelijking maken. Is er met dat Eredivisieschap ook aan de club het nodige veranderd in de afgelopen periode? Ja, zeker weten. Heel veel details zijn veranderd en moesten ook veranderd worden. Hier achter mij zit die uitvak, die moest verroterd worden. En die kleine details zijn we veranderd. Ja. Ja, ja. Noem nog eens een paar van die details. Ons spelersom is groter geworden. Nieuwe dingen, nieuwe kleding, betere kleding. We hebben nieuwe dingen voor analyses na de wedstrijden en voor de wedstrijden, al die details, ja. Ze hebben nog geen bubbelbad in de kleedkamer gebouwd? Nee, dat niet, maar we hebben wel een ijsbadje, ja. Ook lekker. Ja, dankjewel. Lekker.